Vandaag is de Week tegen Eenzaamheid begonnen. En we staan hier op de markt in Wezep en kerngroep Eenzaamheid heeft hier een hele mooie actie aan gekoppeld. En die actie heet Ben jij die kei van verbinding? Ja, hoeveel kerken doen er mee? Er doen 6 kerken mee. En in de Week tegen de Eenzaamheid, hè, dat noemen we hier net iets anders, maar landelijk gezien is de Week tegen de Eenzaamheid. Gaan wij aandacht besteden aan die mensen die eenzaam zijn. Dat is een hele lastige zaak, hè, want mensen die eenzaam zijn, ja, die laten zich niet van zich horen. We hebben dat in de 6 kerken een aantal jaren gedaan met aan de gemeente te vragen. Hier heb je een kaart, stuur die nou eens naar iemand die waarvan je vindt dat die eenzaam is, dat die wel een kaartje kan gebruiken. En toen wij de laatste keer hier in de huiskamer zaten, toen hadden we het nog een keer over die kaart. En nou ja, je moet ook soms veranderen, laten we eerlijk zijn. En toen hebben we gedacht, kwam zo op van, als we nou eens met een steentje gaan werken, een mooie witte steen, dan laten we een mooie tekst opschrijven, dan laten we aan die mensen, laten we dat zien, of laten we in ieder geval de ruimte om dat zo in te vullen. En dat is een enorm succes. En dat idee is nu ook gekomen dat de mozaïek hier op het winkelcentrum komt. Weet je de plek al waar het uiteindelijk nee, komt? Nee. Dat is nog geheim. Dat houden we geheim, ja. Ja. Maak maar een aparte uitzending voor, goed? Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, deze tekening is het verbinden. Verbinding met elkaar, 2 handen bij elkaar. En dit is gebroken hart, is de heelheid van een ander hart. Dus dat is mooi zo bij elkaar. Snap je? Kijk, jullie zijn al begonnen met verbinding. Alle 3 een kei. Ja, en als je nou niet in de kerk was zondag, dan kun je op de markt of in de huiskamer nog een kei bemachtigen. Maar Lisbeth, nu komt het. Nu moet er een tekst op. Had je daar thuis al over nagedacht? Wat denk je? Dat denk ik wel. Ja, dat klopt. Daar had ik over nagedacht. En dat komt omdat ik een kinderliedje heb en dat gebruik ik heel vaak. En dat liedje is Je mag er zijn. En dan zeg je, moet je tegenzingen, wie jij? En zei, ja, jij had je zeker niet gedacht. Dat liedje, dat tekent voor mij de verbinding. Je mag er zijn zoals je bent. Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen mee mag doen en dat iedereen erbij hoort. En daarom had ik zoiets van je bent waardevol. Dat je gewoon kostbaar bent. En dat is, als je vanuit die houding in het leven staat, ja, dan wordt het leven mooi. En dan komt er vanzelf ook verbinding en daar krijg je kracht van. Ja, Gerry, wat heb jij erop gezet? Omzien naar elkaar vind ik eigenlijk heel belangrijk. Als iedereen dat doet, dan hoef je eigenlijk niet alleen. En in de praktijk, omzien naar elkaar, waar uitzicht dat in bij jullie in het gezin? Ga even naar iemand een kopje koffie drinken of dat je een vraag van, kan ik ergens mee helpen? Weet jij makkelijk die signalen op als er een buurvrouw of buurman in nood zit en eenzaam is? Dat zie je heel goed. Dat aan? Ja, dat merk je gewoon. Ja. En dan ga je erop af. Ja, meneer, ik zie dat u hier de stenen bij u heeft. Ja. Bent u die kei van verbinding? Dat vind ik moeilijk allemaal van mezelf te zeggen. Dat is moeilijk te zeggen, maar u kijkt wel om naar anderen, neem ik aan. Ik probeer een beetje om te kijken naar anderen. En dat geldt ook voor mijn vrouw, die doet dat misschien nog meer dan ik. Vindt u dat u straks deel maakt van die hele mozaïek hier op het vernieuwde winkelcentrum? Prima idee, ja. Ja, vind ik heel mooi. En alleen of jij een steentje weer terug kunt vinden, dat zal wel moeilijk zijn, denk ik. Ja, dat zou maar mooi dat geeft, zijn. Dat geeft ook niks. Nee, precies. Nee. Je weet van, je hebt hem daarbij gelegd en dat is het belangrijkste. Ja, dus, dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, Lisbeth, je steen is klaar. Die komt straks ook in de mozaïek te liggen. Ja. Maar belangrijker nog is, waarom vindt de gemeente Oldebroek dit zo belangrijk? Nou, eigenlijk is het mooiste om het straks te zien als het klaar is. En dan zie je dat er heel veel stenen liggen van heel veel mensen. En dat de gemeente dan een klein steentje heeft bijgedragen. En dat is wat ik vandaag probeer uit te dragen. Er zijn zoveel mensen die Week tegen de Eenzaamheid een warm hart toedragen. Het hele jaar daarmee aan het werk zijn. Ja, en als wij dan vanuit de gemeente een klein steentje kunnen bijdragen. Soms letterlijk, soms figuurlijk, soms in geld, soms in gewoon er te zijn. Dan doen we dat uiteraard heel graag. Mevrouw, heeft u al een kei? Ik heb al een kei. Ja, en heeft u er ook al wat op gezet? Ik heb er ook al wat op gezet. En al ingeleverd? Dat nog niet. Nee. Wanneer gaat u dat doen? Nou, misschien vandaag en anders morgen. Want ja, dat kan nog in de huiskamer en ook nog bij de klinker. Dan breng ik hem naar de huiskamer, als u dat goed vindt. En was het moeilijk om daar iets op te zetten? Nee. Ik kwam meteen uit de pen? Ja. Nou, niet uit de pen. Uit je hoofd? Ja, wel uit je hart. Uit de pen. En toen heb ik mijn paintingkraaltjes erop gemaakt, geplakt. Dus ja,
Een kei is het symbool van kracht en verbinding. En dat willen we met name in deze week natuurlijk benadrukken. De positieve kant van samen zijn. En niet dat de nadruk leggen op de eenzaamheid. Maar dat we samen een gemeenschap zijn. Binnen die huiskamer is hier begonnen met een paar man. En als je nu kijkt, dat is enorm succes. Bij ouderen, maar ook bij jongeren. Hè? Want eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor. Jongeren hebben dat ook. En nou, dat is nog extra moeilijk om daar de grip op te krijgen. Maar ja, we proberen er alles aan te doen. En alle beetjes helpen, zeg ik altijd maar. Ja, meneer Kessies, u heeft ook een steen gepakt. Waarom doe je mee? Nou, ik vind het wel een leuk initiatief om gezamenlijk iets te doen. En Nicole, is het nou ook makkelijk om iets te doen tegen eenzaamheid? Nee, makkelijk niet. Want eenzaamheid is iets wat ook hoort bij je leven. En soms oppopt en soms weer weggaat. Maar een heel klein stapje kan al een heel groot verschil maken. Door gewoon op iemand af te stappen, een kopje koffie te drinken. Is uit te nodigen om ergens naartoe te gaan. Oog te hebben voor de ander. Gewoon op die ander af te stappen. En de ander geeft aan of dat wel of niet op prijs wordt gesteld. Ik zag op internet een heel mooi filmpje over keien die je in een rivier kunt verleggen. Zodat dan de stroom anders gaat. Ja. Wat hopen jullie hier mee te veranderen? Dat we elkaar zien en dat we elkaar stimuleren om die stap te zetten wanneer je toch niet lekker in je vel zit, wanneer je eenzaam bent, dat je toch die stap gaat zetten om die verbinding met die ander weer te maken. Dat is heel moeilijk, maar weet dat er mensen zijn die je tegemoet komen, die jou ook willen ontmoeten. En aan de andere kant, mijn eigen moeder is eenzaam en ik kan haar daar niet bij helpen en verder ook niemand. Dus het hoort ook bij het leven, maar oog hebben voor elkaar en af en toe een stukje helpen dragen daarin, dat is al heel wat. Ja. Ja, Lisbeth, ik zie de markt al volstromen en er zijn ook best al veel mensen die een kei hebben gepakt en ook al wel wat ingeleverd, maar er kan nog meer bij, hè? Jazeker, de hele week kan dat nog. Deze hele week is de week van de ontmoeting tot en met donderdag 6 oktober. En de keien kunnen ingeleverd worden bij je kerk, bij de klinker of bij de huiskamer van Wezep. En na 6 oktober kan het ook nog wel, maar ja, het is deze week staat in het teken van de week van de ontmoeting. Dus dat is... We hebben nog even tijd. Ja, precies. Ja.